We kijken naar de inkoopwaarde van de omzet en de naam zegt het al. Je kijkt dus naar de waarde van de verkochte goederen. De waarde van de verkochte goederen op het moment dat je deze hebt ingekocht. En dat is een belangrijk onderdeel bij bedrijfseconomie, want de inkoopwaarde geeft dus aan eigenlijk voor hoeveel heb ik de goederen. Voor hoeveel heb ik de goederen die ik verkoop ingekocht? Dat is eigenlijk de inkoopwaarde van de omzet. Nou, het doel is zo goedkoop mogelijk inkopen. Zo goedkoop mogelijk inkopen en duurder, en het liefst natuurlijk veel duurder, verkopen. Dat is eigenlijk hetgeen waar bedrijven naar op zoek zijn. En als je vaak inkoopt, dan kun je dus rekening houden met bijvoorbeeld korting, grote aantallen inkopen. Want dan heb je een lagere inkoopprijs. En vaak zeggen bedrijven: inkoop is de eerste winst. Inkoop is de eerste winst. En wat bedoelen ze daarmee? Nou ja, als ze goedkoop inkopen of veel korting krijgen bij het inkoop en ze verkopen de producten, dan kunnen ze veel verdienen op het product zelf. En nou ja, de meeste bedrijven moeten daar natuurlijk van hebben. Nou, wat is de inkoopwaarde van de omzet? Je kijkt naar de waarde van alles wat je hebt verkocht. En dan let je met name op de prijs die je hebt betaald toen je het in hebt gekocht. Oftewel, voor hoeveel heb ik de goederen die ik verkoop ingekocht? Nou, het doel van de meeste bedrijven is dat ze zo goedkoop mogelijk inkopen en daarna veel duurder verkopen. Nou, stel je koopt iets in de winkel voor bijvoorbeeld 5 euro. Dan kan het best zo zijn dat de winkel dat heeft ingekocht voor 1,50 euro. En dat wil dus zeggen dat hij op het verkopen van het product alleen al 3,50 euro verdient. En hoe kan dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld als je een bedrijf hebt goede afspraken maken met je leverancier, waardoor je korting krijgt. En als je grote aantallen inkoopt, dan heb je ook vaak te maken met een lagere prijs. En daarom zeggen vaak bedrijven ook: inkoop is de eerste winst. En daar bedoelen ze mee, als je heel goedkoop inkoopt, dan kun je op de verkoop van het product ook veel verdienen. En dat is alles over de inkoopwaarde van de omzet.